kassen. Aalsmeer staat er vol mee. En wist je dat een van de oudste kassenbouwers ook uit Aalsmeer komt? Het familiebedrijf bestaat 100 jaar. Als je kassen bouwt, heb je natuurlijk ruimte nodig. Nou, dat kan hier wel. Hi Ronald. Hallo. Hoe bestond eigenlijk de kassenteelt in Nederland? De kassenteelt begon eigenlijk, ik denk in de 17e eeuw. En dat ontstond vooral voor de teelt van druiven, vreemd genoeg. Dat waren stukken glas die ze tegen een muur zetten. En dat is in de afgelopen eeuwen doorgeëvolueerd tot de kast die we nu hebben. En als je dit bedrijf vergelijkt met 100 jaar geleden, waar staan jullie nu? Vroeger waren kassenbouwers, het waren of timmerlieden of het waren de lokale dorpsmid, zeg maar. En op dit moment bestaat onze industrie uit high-tech bedrijven. Die voor elke subsector in de industrie technische oplossingen vinden. En we werken niet alleen voor tuinders die tomaten telen of bloemen. We werken ook voor bedrijven in Canada bijvoorbeeld, die op basis van tabaksplanten vaccins maken tegen griep, maar ook tegen COVID-19. Dus die tuinbouw is heel erg veranderd in de afgelopen jaren. En hoe doen ze dat dan in kassen? Omdat zij infecteren tabaksplantjes met het virus, zeg maar. Die gaan dan antistoffen maken. En dan zit er een heel laboratorium achter waar wij nooit in mogen komen, want wij zijn verantwoordelijk voor die kas. En daar halen ze uit die tabaksplantjes, die tabaksblaadjes, halen ze de stoffen om vaccins te maken. We staan hier in het gedeelte waar het staal bewerkt wordt, met automatische las- en zaagmachines. Hiernaast hebben we het gedeelte waar het aluminium gemaakt wordt. Het aluminium is nodig om het dak van die kassen te maken, zeg maar. En dat gaat daar de fabriek uit en dat stoppen we in zeecontainers en die worden dan verstuurd naar Zuid-Amerika, naar China, verzin het maar. En daar worden ze door werklieden volgens een handleiding in elkaar gezet. Maar waar is al het glas? Het glas is een mooi verhaal. In principe komt glas vaak uit China en uit Oost-Europa. Dat laten we in zeecontainers al direct op de projectlocatie aankomen, zeg maar. En dat komt eigenlijk genezen in onze fabrieken. Dat gaat allemaal direct vanuit de primaire industrie daar naartoe. Ja, dus jullie kassen gaan echt wereldwijd? Ja, van Chili tot aan Japan en vanuit Australië tot aan Canada. Echt overal. Ja. Wat is de laatste innovatie op kassengebied? De laatste innovatie op kassengebied is eigenlijk wat we noemen vertical farms. En dan ga je eigenlijk af van het kasconcept, maar dan ga je in bedrijfshallen zoals dit, ga je planten kweken op meerdere lagen met ledlicht. En dat is een concept wat je steeds meer ziet verschijnen all over the world eigenlijk. En waarom doe je dat? Omdat de wereld uit allerlei klimaatzones bestaat. Je hebt woestijnen, je hebt de Noordpool. En in principe met vertical farming ben je helemaal onafhankelijk van je klimaat, zeg maar. En dan kan je op elke plek ter aarde producten telen. Dus die robot vervangt nu het werk van een hoop werknemers? Ja, dat klopt. En waarom hebben jullie dat gedaan? Dit is een buigrobot, zeg maar. Een kast bestaat uit duizenden verschillende onderdelen. Die worden gesneden in een laserapparaat. En vervolgens worden die door deze robot in de gewenste vorm gebogen, zeg maar. En dit gaat 24 uur, 7 dagen per week. Dus gaat hoeveel dat door. Mensen bespaart een robot? In dit geval, dat zijn wel een aantal mensen inderdaad. Misschien wel 10 zelfs. Dit kassenbedrijf bestaat nu 100 jaar. Hebben jullie nog ambities? Ja, onze ambitie is de beste zijn en blijven in de sectoren waar wij actief zijn. En nogmaals, dat is niet alleen tuinbouw, dat is alles wat rond die tuinbouw zit en zich met plantaardige productie bezighoudt. Nou, dankjewel en heel veel succes met de volgende 100 jaar. Dankjewel en graag gedaan.